Als het maar goed gaat, het is 7 voor 7, Daily Minutes nummer 1542, met een uitzending voor vandaag, 5 februari 2019. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag 3 nieuwe SSTV-afbeeldingen in het datagedeelte op het eind van de Daily Minutes. Ze zijn alle 3 in PD90 en worden ze goed of zeker ook zaterdag gebruikt bij de Slowscan radio-uitzending. Vandaag hebben we verder nog een keertje het altijd interessante satellietbulletin van PNL-DLO. Denk er trouwens aan dat vanavond de D-Star-ronde plaatsvindt om 8:30, of vanaf 8:30, op de meeste D-Star-repeaters en te beluisteren via de stream van Frans, PD4 Fox, Mike, Juliet op www.pd4fmj.nl en dan rechtsbovenaan op D-Star-player klikken. Niet zo heel bekend is trouwens de altijd gezellige chat van de Daily Minutes. Iedereen, ook luisteramateurs of mensen die nog maar kort met de zendhobby in aanraking zijn gekomen, kunnen daarmee discussiëren over de uitzendingen, maar ook over andere onderwerpen. Het gaat er vrijwel altijd wel over de zendhobby, maar het is niet per se verplicht. Er zijn verschillende manieren waarop je kunt meedoen. Je kunt dat vinden hoe dat kan op www.pa0ete.nl. www.pa0ete.nl, de website bij deze uitzendingen. PA0, TLO, PA0, Delta, Lima, Oscar en Veldhoven. Om te beginnen wat nieuwtjes uit de VS. Eerst melden ze dat ze het jaarlijkse Space Symposium weer gaan houden in oktober. En dit jaar gaat dat gebeuren in Arlington, Virginia, vlakbij Washington D.C. Dus als je die kant op wilt, dan weet je vast waar je moet gaan komen. Het is 18 tot en met 20 oktober in een hotel daar. En de dagen daarvoor, de 16e en 17e, zal een grote bestuursvergadering zijn van Amsterdam. En de dagen daarna, de 20e en 21e, zullen allerlei rondreizen en tours en zo georganiseerd worden in dat gebied. Washington, Baltimore en zo. Dus dat wordt weer groot aangepakt, mocht je daar naartoe willen. Goed, verder hebben we de afgelopen dagen ineens 3 Oscars erbij gekregen. Het zijn wel allemaal bekende satellieten, maar nu zijn ze officieel Oscar geworden. Het gaat om Origami Sat 1 uit Japan, die dus een paar weken geleden gelanceerd was. Een CubeSat. Daar zijn wat probleempjes mee. Hij reset zichzelf de hele tijd en dan valt hij weer uit. Maar gelukkig reset hij dan weer en dan komt hij toch weer terug en zo. Dus het is een beetje lastig voor het commandostation om te communiceren met dat ding. Want hij verdwijnt regelmatig en dan verschijnt hij toch weer en zo. Nou ja, ze proberen de verschillende modes uit. Onder andere ook de 5,8 gigahertz downlink voor hoge snelheid data en andere modes. Maar goed, het zit allemaal niet mee. Maar toch, hij doet het goed genoeg en ze denken hem wel verder onder controle te kunnen krijgen om ook een groot membraanstructuur uit te kunnen klappen. En een zeiltje weer, hè. Een zonnezeil of hoe dan ook. Nou ja, daar wordt nog aardig mee geëxperimenteerd en nu hebben ze dus bij Amsterdam daarna gevraagd om er een Oscar-nummer aan te hangen en dat hebben ze gekregen. Het is nou Fuji Oscar 98. En zo zal hij dan verder in de amateurwereld bekend staan. Fuji Oscar 98 is dus de oude naam was Origami Sat 1. Nou, andere Oscar is Nexus, een andere CubeSat uit Japan die met diezelfde lancering mee was gegaan. En die satelliet die doet het verder uitstekend. Er wordt volop mee geëxperimenteerd. Er wordt van alles getest. Verschillende modes. En onder andere slowscan beelden. Allerlei soorten telemetrie en zo. Daar kom ik dadelijk nog even verder op terug. Maar ook die hebben dus een Oscar nummer gekregen. En dat is dan Fuji Oscar 99. En daarmee wordt hij dus ook een echte amateursatelliet, want die zal ook verder gebruikt kunnen worden voor communicatie en zo binnenkort. Nou, dan komt natuurlijk het grote moment. Oscar 100. En ja hoor,
Het was eigenlijk te verwachten, dat wordt dan SOHAL 2, oftewel fase 4a, de eerste geostationaire amateursatelliet. En die heeft dus de officiële aanduiding Qatar Oscar 100 gekregen. Afgekort dan eventueel QO 100. En daar hebben ze natuurlijk stiekem uit zitten kienen dat ze dat nummer zouden kunnen krijgen. En het is gelukt. Ja, die satelliet die wordt nog steeds wel wat getest. Ze naderen het eind van de testperiode. Inmiddels is hij ook zo'n beetje bij zijn officiële positie aangekomen. Zit nu bij 25,9 oost, maar goed, dat scheelt niet veel. Binnenkort hangt hij dan bij 26 oost, 26,0, waar hij eigenlijk thuis hoort. Nou, hij wordt verder nog getest door verschillende instanties. Vooral Melco, de bouwer van de satelliet, is ermee bezig. Zowel de commerciële deel als het amateurdeel. En ja, het ziet er allemaal goed uit. Binnenkort zou die dus overgedragen moeten kunnen worden aan de Qatar-eigenaar, de Qatar Amateur Radio Club. En ook dus aan de hoofdeigenaar, SOHAL SAT. En dan zal ook het amateurspul daarna definitief in gebruik genomen kunnen gaan worden. Maar daarvoor moet nog wel wat gebeuren. Eerst moet nog het grondstation opgebouwd worden in Qatar. De apparatuur ervoor is gemaakt door AmSatDL en zit nog onderweg, zeg maar, van Duitsland naar Qatar. Zit in de douane en zo. Allemaal moeilijk, maar binnenkort hopen ze dat allemaal te kunnen ontvangen in Qatar. En dan wordt het daar geïnstalleerd door ook weer lui van AmSatDL. Bovendien komt er een kopie grondstation bij de Qatar Amateur Radio Vereniging. En ook een kopie grondstation in Bochum in Duitsland bij het grondstation van AmSatDL. Dus op die manier kunnen ze vanuit drie plaatsen de satelliet bedienen. Althans het amateurdeel. En kunnen ook bakens worden geproduceerd. Want in dit geval zullen de bakenuitzendingen van de satelliet dus niet uit de satelliet zelf komen. Maar die worden op de grond gegenereerd en gerelieerd door de satelliet. Dus er wordt wel telemetrie ontvangen op een andere frequentie. Maar die wordt dan weer geüpload naar het amateurdeel. En die bakens die je dan ziet worden dus geproduceerd in het grondstation. Bovendien zit daar ook het Duitse Leila-systeem in, wat zorgt dat stations die te groot uplinkvermogen hebben, onderdrukt worden en een waarschuwing krijgen van doe eens even wat minder. Dus die apparatuur die moet nog geïnstalleerd worden en als dat allemaal gebeurd is, dan zal een feestje worden gehouden en dan wordt het zaakje officieel overgedragen aan de amateurs en dan kan dat deel in gebruik genomen worden. Dat kan nog een paar weken duren. Er wordt nu gesuggereerd dat het nog in februari zal gebeuren, dus nou ja, dan zal het waarschijnlijk eind februari worden of zo. Maar dat is even afhankelijk van hoe snel het allemaal lukt om de apparatuur in orde te maken. Goed, dus Oscar 100 zit eraan te komen voor de liefhebbers en dan kan er volop gebruik gemaakt worden van zowel het 250 kHz brede lineaire systeem voor SSB, CW en dat soort modus. En dan daarnaast dus een megahertz breed gebied voor digitale amateurtelevisie en andere breedband digitale modus. Het BADC grondstation in Engeland, BADC, die hebben dus een grondstation opgezet in Cornwall bij de Goonhilly Earth Station met een eigen schotel en die gaan dan continu die downlinks ontvangen en op internet zetten. Die site zal dus binnenkort ook actief worden en dan kun je dus de hele dag door meekijken en meeluisteren en de downlink monitoren. Dus je hoeft zelf niet eens een grondstation op te zetten. Het kan ook gewoon via internet. Nou, flauw natuurlijk, maar goed, het kan.
Oké, dan een heel ander iets. Ares activiteiten. Nou, de vicepresident van Amsat die zich bezighoudt met Ares-zaken, dat is Frank Bauer, KA3HDO, die heeft een interview gehad op Ham Talk Live, een van de verschillende amateurpublicaties op internet. En nu was er een aflevering helemaal over Ares, waarbij alle aspecten besproken werden. Nou, het Ares-team is heel enthousiast over wat er de afgelopen jaar gebeurd is. Met ook veel donaties van mensen die Ares een belangrijk iets vinden. Maar ze hebben natuurlijk nog veel meer geld nodig om de verschillende projecten te voltooien. De DATV-zender moet gerepareerd worden en weer naar boven gestuurd worden. De universele voeding moet naar boven. Nou ja, er is nog genoeg te doen. En ze hebben wel sponsors van NASA en Amsat en ARL en zo. Maar er is nog veel meer geld nodig. Dus ze hopen nog allerlei donaties te gaan krijgen, zodat ze alle plannen kunnen realiseren. Bij de ARL wordt ARES steeds meer serieus genomen. Die hebben een aparte commissie ingesteld. De ARES-commissie die tot doel heeft voortdurend contact te houden met ARES over alles wat met gemeenschappelijke belangen te maken heeft. Nou ja, dat is natuurlijk heel veel, want ARL die ziet ook wel dat ARES een enorme bijdrage levert aan amateurradio in het algemeen. En niet alleen aan amateur satellietwereld. Oké, in het Space Station zijn ook een paar Raspberry Pi computers in gebruik. Er zijn speciale versies, zogenaamde Astro Pi. En die worden wel eens gebruikt voor experimentjes, voor het testen van software die door studenten en scholieren zijn gemaakt. En er is nog een wedstrijdje bezig, Mission Zero, waarbij dus studenten een programma kunnen maken en dan naar boven laten sturen naar het ISS. En dan wordt dat programma in zo'n Astro Pi uitgevoerd. En dan kunnen ze op die manier bepaalde dingen uitproberen in de ruimte. Nou ja, wie weet helpt het om weer jongelui enthousiast te krijgen voor techniek en voor ruimtevaart en zo. Amsterdam, die hebben nou natuurlijk veel meer aandacht vanuit de buitenwereld vanwege Oscar 100. En ze hebben nou besloten ook hun website beschikbaar te maken voor meer talen. Ze hebben er een stuk of 4 inmiddels, geloof ik, of 5, het worden er steeds meer. En dat hadden ze al langer als plan, maar het is natuurlijk toch lastig om zoveel verschillende talen helemaal bij te houden. Alle artikelen voortdurend te vertalen. Nu hebben ze een truc verzonnen met een automatische vertaler. En dat is dan niet zo'n Google Translate of zo. Want dan krijg je allemaal gekke dingen, zeker als het om technische artikelen gaat. Maar nu hebben ze een wat serieuzer systeem. Een commercieel systeem in gebruik voor het vertalen van allerlei dingen. Ook vooral technische artikelen. Dat is natuurlijk nog even behelpen in het begin, want er moet nog veel met de hand aangevuld worden, want het gaat niet allemaal goed. Maar langzaam maar zeker wordt het steeds beter. En ze hopen dus daarmee ook heel snel alle verhalen en meerdere talen beschikbaar te hebben op de site. Dus, Amsat zelf, Amsat daarna zit natuurlijk ook te springen om allerlei donaties voor hun projecten.
Ze ja, adviseren natuurlijk iedereen om lid te worden van Amsterdam of donaties te sturen. Of ook een andere mogelijkheid is bepaalde websites te gebruiken voor het kopen van allerlei spullen. Want dan gaat er een bepaald percentage naar Amsterdam. Dat helpt ook weer een beetje. En dan Oscar 97, de Jordaanse CubeSat. Er zijn wat problemen geweest een tijdje, daar zijn ze allemaal aan het uitzoeken geweest. Maar intussen hebben ze besloten op 29 januari de satelliet uit de safe mode te halen en hem nu echt normaal te gaan gebruiken. En ze hopen hem nu echt snel operationeel te kunnen maken. Dat betekent dat er dus ook SSDV, slow scan digitale videobeelden, naar beneden kunnen worden gestuurd. En dat ook het lineaire relaisstation in gebruik kan worden genomen. Dat relieert van 70 centimeter naar 2 meter. Dus dat is weer een leuke. Dus dan krijgen we weer een actieve amateur satelliet erbij. Oscar 97. Onlangs zijn twee D-Star satellieten gelanceerd. D-Star 1, ISAT en Sparrow. En inmiddels is ISAT actief als D-Star satelliet. Ze hebben hem in bedrijf genomen. En ja, de eerste D-Star signalen schijnen al gerelieerd te worden voor de liefhebbers. Uplink 437, 325 en de downlink 435, 525. Dus daar kun je alles mee gaan experimenteren. D-Star 1 ISAT, object 43879. Ja, we hebben afgelopen week weer de nodige slow scan TV beelden naar beneden gekregen vanuit de Space Station een paar dagen lang. Dat waren dan weer plaatjes uit Rusland vanwege het Inter-MAI 75 project. En daar zaten allerlei plaatjes bij, ook over amateursatellieten en andere satellieten die in het MAI ooit zijn ontwikkeld en gebouwd. Er zat onder andere ook een paar Iskra-satellieten bij, die ook op amateurfrequenties actief waren. Iskra 2 en 3 bijvoorbeeld. En Iskra 2 was een beetje bijzonder, omdat dat de allereerste satelliet was in de geschiedenis van de ruimtevaart die vanuit een bemand ruimtevaartuig gelanceerd was. Dat was namelijk vanuit het Russische ruimtestation Mir. Dus dat was een beetje een bijzondere zaak. Maar goed, die was dus actief in de 10 meter band. Nou, dat soort zaken wilden ze allemaal even herdenken met deze plaatjes. Inmiddels is weer een volgend programma gepland met slow scan. Even kijken. Ja, dat is de bedoeling op 8 tot en met 10 februari komen er weer slow scan plaatjes vanuit het Space Station, maar dan deze keer Amerikaanse plaatjes. Het gaat dan dus om andersoortige dingen, andere onderwerpen. Maar goed, het gaat dan gebeuren 8 februari, 19:25 onze tijd. En dan loopt door tot zondag 10 februari, 19:30 onze tijd. Op 145-800 FM slow scan met waarschijnlijk PT120 mode. En dat is dus allemaal te ontvangen met vrijwel alle normale slow scan TV programma's die amateurs kennen. Zoals MMSS TV enzovoort. Dus dat belooft weer wat. Ja, er is in India vorige week vermeld dus een school
studentensatelliet gelanceerd. Nou ja, niet als losse satelliet, maar die zat vast aan de bovenste trap van een raket. KLM-SAT V2. Op 24 januari gelanceerd. Die zou hebben moeten zenden op 436.500 met een halve watt. Maar er zijn geen signalen van ontvangen. Nou, ik dacht begrepen te hebben dat het ook logisch is, omdat dat pakket had dus geen zonnepanelen, maar alleen een batterij. En die was al na 15 uur leeg, dus vandaar dat er ook geen signalen meer te verwachten zijn van dat pakket. Goed. Nou, hier verder geen interessante zaken. Oscar 94, ja, die is dus actief geweest weer. En er komen weer nieuwe uitzendingen binnenkort. Of wanneer was het? Dit weekend weer, ja. Maar die zijn niet allemaal binnen ons bereik. Eentje wel. Lagen in het zuidwesten en de andere niet. Maar ik heb weer het script aangepast, dus je kunt er weer aan gaan rekenen. Dan zijn binnenkort weer een paar lanceringen te verwachten van de SpaceX Falcon 9 Heavy. Dus de grote zware versie van de Falcon 9 met drie eerste trappen parallel. De ene in maart en de andere in april. En die in maart, die moet gewoon een grote geostationaire omroepsatelliet gaan lanceren. Overigens wel een beetje overkill, want met een Falcon 9 Heavy kun je veel meer lanceren. Dus het is de vraag of er nu ook nog een paar andere satellieten bij zitten. Zou best eens kunnen. Maar daar is nog niks van bekend. Maar die in april, dat moet een grotere groep worden. En daar zullen dan ook weer wat CubeSats bij zitten. Onder andere LightSail 2. We hebben een paar jaar geleden LightSail 1 gezien, hè, waarbij de zeil uitgeklapt werd. Nou ja, dat ging niet helemaal goed. Er waren nog andere problemen. Maar nu hebben ze dus een nieuwe. En die staat klaar. Die kan in april dan gelanceerd worden. Met weer zo'n zeil. En dan gaat die zonnezeilen. Nou, verder zullen daar mogelijk ook bij zitten weer een paar satellieten van de Naval Academy. Namelijk PSAT 2 en BRICSAT 2. Allebei dus opvolgers van de huidige Oscar 84 en Oscar 83. En die zullen dan weer met APRS en zo actief gaan worden als het allemaal mee zit. Dus die zouden, als het mee zit, allemaal in april gelanceerd kunnen gaan worden. Oscar 73 is dit weekend weer in amateurmode geweest. Dat proberen ze nu regelmatig weer zo te doen. Dus door de week alleen telemetrie en in het weekend, zaterdag en zondag, dus de amateurmode weer aan. Ja, de nieuwe Oscar 99, dus Nexus, hadden we het eerder over. Nou, die zou binnenkort dus actief moeten worden met zijn verschillende amateurspullen. Hij gaat dan een relaisstation activeren van 2 meter naar 70 centimeter, als het mee zit. En ook SSTV uitzenden. Dat doet hij nu al. SSTV plaatjes. De uplink voor SSB en zo is dan op 2 meter tussen 145, 900 en 930. 30 kHz breed dus. En de downlink 435, 880 tot 435, 910. Een baken op 435, 900. En nog eentje op 437.075. En dat baken is nu ook al actief. En verder
Dus plaatjes met SSDV van 640 bij 480 pixels. En ook heeft die high-speed data mogelijkheid op 38K4 QPSK. En daar zijn dus allerlei telemetrie en andere downlinks te ontvangen. Dus wie weet, voor de liefhebbers. Verder even kijken, ARIS activiteiten. Er was met Portugal een verbinding op 2 februari, dat is gelukt. Een rechtstreekse verbinding was ook hier goed te ontvangen. En verder is er weer een verbinding gepland met een school in Luzern in Zwitserland, rechtstreeks. En dat zal gebeuren op 4 februari om 16:20 onze tijd. Kunnen we ook weer meeluisteren. En dan een verbinding op 5 februari met Rusland, rechtstreeks. 5 februari om 9:25 onze tijd. Ook die moeten we hier kunnen horen. Nou ja, en dan verder komend weekend dus die SSTV-uitzendingen. Ja, er is een actie gestart in Frankrijk door AmSatF. AmSat Francophone, die willen de Franse ruimtevaartorganisatie helpen. En een research- en ontwikkelorganisatie, ONERA. En die is namelijk bezig ook weer te helpen bij het bouwen van amateursatellieten en zo. En dan is altijd de vraag van, ja, als we dan amateurfrequenties willen gebruiken, wat kunnen we dan terug doen voor de amateurs? Nou, een kreet die je dan vaak hoort is, dat is een andere toestand, maar goed. Dat is dan van, doe maar een relaisstation erin, dan zijn wij weer blij. Maar ja, zij zitten dan te denken van, we kunnen toch ook wel eens wat andere leuke zaken ontwikkelen. Een keer wat nieuwe dingen en zo, dus kunnen amateurs nog eens met leuke voorstellen komen. Dus ze hebben een website opgezet met een enquête waar alle amateurs aan mee kunnen doen op de site van AmSatF. En daar kun je dan invullen wat jouw voorkeuren zijn, wat je graag zou willen zien in een nieuwe satelliet die dus onder andere voor telemetrie en amateurfrequentie gebruikt, maar die daarnaast dus ook leuke dingen kan bijdragen aan amateurradio. En dan vragen dan van, geef maar eens wat ideeën, misschien kunnen we daar wat mee. Dus dat is wel aardig dat ze amateurs erbij betrekken op deze manier. Goed. En nou even over ONERA, dat gaat eigenlijk over een andere satelliet, namelijk een CubeSat uit Frankrijk, X-CubeSat. Die is zo laag dat hij op het punt staat morgen vroeg te gaan verbranden in de atmosfeer. En ze hopen eigenlijk dat amateurs nog even willen helpen de laatste telemetrie te proberen op te pikken net voor die verbrandt. Dat zou dan de komende uren en het begin van de nacht misschien moeten gebeuren. Op 437.020 met AFSK 1200 baud, AX25. En dan zou je misschien nog de laatste telemetrie op kunnen pikken. Daar wordt al door verschillende amateurs aan gewerkt. Dus wie weet. Goed, Oscar 92, die zou weer vandaag, zoals gebruikelijk, in mode LV hebben moeten staan. Maar vandaag is weer de CPU gereset, de bootcomputer. En dus schoot hij daarna weer terug in mode VU, dus 2 meter naar 70. Maar een tijdje later heeft een commandostation in de VS de satelliet weer opnieuw ingeschakeld in mode LV, en dan hopen ze dat hij daar dan 24 uur lang blijft zitten, zonder gekke kuren te vertonen. Kijken wat we nog meer voor nieuwtjes kunnen verzinnen.
Oh ja, er is ook van de week een nieuwe satelliet verschenen uit de lancering van die SSOA, die grote groep van 64 satellieten die gelanceerd zijn een tijdje terug, op 3 december. Nou, één satelliet, namelijk Excite, die had een kleine extra satelliet aan boord die hij later zou gaan uitzetten. Nou, zou het kunnen dat dat inmiddels gebeurd is een paar dagen geleden. Er is officieel niks bekend, maar er is wel een extra satelliet verschijnen namelijk in die reeks van 64. Dus nu zijn het er ineens 65. Nou is de vraag, wat is nou dat 65ste object? Is dat inderdaad die kleine satelliet? En die heet dan CB. En die zou dus gelanceerd kunnen zijn. Nou, tot nu toe zijn er nog geen signalen van opgepikt. Op 437-425, daar zou die moeten zitten. Maar misschien komt dat nog. Dus het zou kunnen dat CME alsnog gelanceerd is vanuit Excite CubeSat. Dus, misschien leuk om even ook eens te gaan monitoren. Nou, verder amateursatellieten doen het allemaal prima. Oscar 7 vooral in mode B, of bijna uitsluitend. Ja, Oscar 92 hebben we het over gehad. Fuji Oscar 29, de klassieke oude Japanse amateursatelliet, doet het nog steeds uitstekend. Een hele serie Chinese satellieten doen het goed. Oscar 73 in het weekend in amateurmode. Oscar 85, wat problemen geweest, maar hij is de meeste tijd nu wel weer ingeschakeld. Het commandostation houdt hem strak in de gaten natuurlijk. Oscar 88 doet het 91 ook normaal in gebruik. En 84 met zijn PSK-relais. Intussen is het Space Station ISS met zijn downlink op 145.825 APRS weer actief sinds enkele dagen. Heeft misschien te maken met de slow scan uitzendingen en of een ARIS-verbinding, dat ze daarna bedacht hadden van, oh ja, we moeten hem terugzetten in APRS-mode. Een tijdje geleden waren ze dat misschien vergeten, maar nu is hij weer actief met APRS. Misschien tijdelijk, is niet helemaal duidelijk, maar hij doet het weer even. Hoe dan ook, binnenkort zou de nieuwe apparatuur actief moeten gaan worden, hopen we. Dus, even afwachten. Wat hebben we nog meer voor zaken? Ja, ESAO. ESAO, de Europese studentensatelliet met spullen van Amstad UK daarin. Er zijn nog wat problemen mee. De UHF-commando-uplink is heel erg doof. Maar goed, ze kunnen hem wel bereiken en ze zijn nog allerlei testen aan het uitvoeren. Maar het lijkt erop dat hij binnenkort misschien wel geactiveerd kan worden als amateursatelliet. Nou, in Space Station zijn ze actief geweest met allerlei experimenten. Maar ook hebben ze afgelopen donderdag weer 5 CubeSats gelanceerd vanuit de Kibo-module. En het is nog een beetje onduidelijk of er amateursatellieten bij zitten, of althans satellieten die iets doen op amateurfrequenties. Nou, eentje daarvan zou wel moeten zenden op 70 centimeter, namelijk Delphini 1, CubeSat uit Denemarken. Die zou op 437-500 een downlink moeten hebben. Maar tot nu toe zijn daar nog geen downlink signalen van ontvangen. De andere satellieten die zitten kennelijk alleen op andere frequenties en andere banden. Dus het is nog even afwachten wat er gaat gebeuren. Misschien gaat Delphini 1 nog actief worden, maar misschien is het ook weer zo'n geval van, ja, leuk geprobeerd, maar hij is meteen weer kapot bij de lancering. Zou jammer zijn. Nou, verder geen spannende lanceringen te verwachten op korte termijn. Waar wij iets mee kunnen, dan komt op 19 februari wel een lancering met een Falcon 9 van een satelliet die naar een geostationaire baan moet. En daar ligt van alles mee, waaronder een maanlander uit Israël.
die gaat dan meteen naar boven en die kan dan zelf verder doormanoeuvreren naar de maan. En daar een tijd later aankomen en gaan landen. Dat zou dan het vierde land zijn dat het voor elkaar krijgt een object te laten landen op de maan. Maar dat is allemaal nog even afwachten. Nou, verder zitten er in die lancering nog een aantal onbekende kleine satellieten, mogelijk CubeSats, maar dat zijn hele mysterieuze satellieten van de Amerikaanse overheid. Er is dus eigenlijk weinig of niks van bekend. Dus voor ons zal dat waarschijnlijk niet zo interessant zijn. Kunnen we even niks mee. Dus verder afwachten wat er nog meer voor interessante lanceringen komen. Maar het zal nog wel even duren. En ook met het Space Station is het gewoon verder werken met de huidige bemanning. Totdat een nieuwe bemanning naar boven gaat, waarschijnlijk in maart. En dan zien we dat tegen die tijd wel weer. Goed, dat zijn even zo de dingen van deze week. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Thank you.
En microfoon naar retour.